We zijn bij de rubriek Autosport. En u weet het, die is wekelijks gewijd aan Ingeborg Wiete, bekend van Goede Tijden, Slechte Tijden. Zij wil gaan racen, daarom doet zij de medische keuring bij dokter Karel Baller. En u kunt het begrijpen, voor racen zijn de ogen uiterst belangrijk. O. E. Kun je die nog zien? E. Niet. Ingeborg is geheel gezond en wordt dus goedgekeurd. En dan naar het praktijkgedeelte op Zandvoort. We hebben een tijdje naar de cursus van Ingeborg zitten kijken. Nu is het grote moment daar voor haar. Ze moet examen doen. Wat voor examen is dat? Het is het examen om in aanmerking te komen voor een licentie die afgegeven wordt door de Koninklijke Nederlandse Automobielfederatie. En daar wordt ze vanmiddag op beoordeeld. Ze moet voldoen aan een aantal criteria, onder andere het rijden van de ideale lijnen, het aankomen bij de bochten met een redelijke snelheid waarvan je mag verwachten dat iemand die wil gaan racen zich daaraan houden zal. De houding zoals de bestuurder, zeker de bestuurster in de auto zit, dat zijn allemaal criteria waarop gelet zal worden. Ik kan me voorstellen dat het moeilijkste van racen is het feit dat er zoveel auto's zo dicht bij elkaar op zo'n klein stuk rijden. Wordt dat ook geoefend? Ja, iedere deelnemer wordt geacht eerst een cursus te volgen. En dat gedurende het hele winterseizoen, een beetje van november tot en met februari. Daar worden dat soort dingen gewoon getraind. Ja, dat zag er allemaal goed uit. Er wordt goed in de spiegels gekeken. De houding van de mensen achter het stuur is goed. De lijnen zien er redelijk uit. Is de beoordeling tot op heden voor iedereen wel goed. En dus ziet het ernaar uit dat Ingeborg de volgende stap zet richting einddoel, de Citroën AX GTI Cup. 6,5, dus dat kwam bij mij gemiddeld door 6,5. Ja, bij mij bijna 7, dus die heeft gewoon licentie. Ja. Betekent dat ze het gehaald heeft? Ja, dus ik pak dus helemaal slag en wiepel voor het examen heen. Ingeborg,